In deze video geef ik je 6 bench training tips voor je puppy, zodat jouw pup de bench als een veilige plekje gaat zien en hij niet blaft en piept in zijn bench. Het doel is natuurlijk dat wanneer jij heel even de deur uit moet, je de pup zonder problemen alleen achter kunt laten in zijn bench, zodat hij niet je woonkamers loopt. De 6 tips die ik behandel in deze video zijn afkomstig uit het ultieme puppy bench training handboek dat ik heb geschreven in samenwerking met 10 hondenexperts en kinologische gedragstherapeuten. Hey, mijn naam is Robin Kleinpenning en ik ben de oprichter van puppygroep.nl. En ik ben hier om je optimaal voor te bereiden op de komst van je puppy, zodat je precies weet wat je kunt verwachten wanneer je een puppy in huis krijgt. Naast het bench training boek heb ik ook nog 3 andere puppyboeken geschreven en aan deze puppyboeken hebben in totaal 30 verschillende experts meegewerkt. En dus nogmaals, de 6 tips die ik met je ga delen in deze video komen rechtstreeks uit mijn tweede boek en dat is het puppy bench training boek. De eerste tip is, ga zelf in de bench zitten. Wanneer je zelf in de bench gaat zitten, dan krijg je een beter idee hoe de pup zich voelt. Je krijgt op deze manier ook een goed beeld van de bench en of het lekker ligt of zit. Hopelijk heb je dit niet echt gedaan, want dit was natuurlijk een grapje. Dan nu echt even serieus, laten we beginnen bij de eerste tip. En de eerste tip is, plaats de bench op een rustige plek in de woonkamer. Overdag is de ideale plek voor de bench de plek in huis waar jullie het meeste tijd doorbrengen. Vaak is het de woonkamer, maar mocht jij veel vanuit huis werken, dan zou dit net zo goed ook je werkkamer kunnen zijn. Het idee hierachter is dat de pup zo alles meekrijgt wat er gebeurt en gezegd wordt en dat hij niet afgezonderd wordt van alles en iedereen. Verder is het aan te raden om de bench niet in een looproute te plaatsen en natuurlijk ook niet midden voor de televisie of voor een luidspreker. Gewoon een lekker rustig plekje. Het meest ideaal is dat er een plekje is waarbij de hond wel overzicht heeft, maar hij wel zijn rust kan pakken. Zorg ook dat je de bench niet midden voor een open raam plaatst, want in de tocht zitten vinden wij niet fijn, maar je hond net zo goed niet. De tweede tip is, verklein de hondenbench. De reden waarom het handig is om de bench te verkleinen, is omdat de meeste puppy's liever niet in zijn eigen plas of poep liggen. Wanneer je pup nu nog erg klein is, maar nog flink gaat groeien, denk bijvoorbeeld aan een Labrador of aan een Golden Retriever, dan heb je waarschijnlijk een bench gekocht op de groei. Oftewel, de bench is een stuk groter dan dat de pup nu is. Het gevolg hiervan is dat de pup nu de mogelijkheid heeft om te poepen en te plassen in de ene hoek en te slapen in de andere, zodat hij niet in zijn eigen plas of poep hoeft te liggen. Super slim van je puppy natuurlijk, maar het voordeel wat een bench dan zou kunnen bieden voor zindelijkheidstraining, wordt dan niet benut. Het is wel van belang dat je onthoudt dat een benchverkleining niet betekent dat je niet meer zo vaak met je puppy naar buiten hoeft te gaan voor zindelijkheidstraining. Want op zeer regelmatige basis met de pup naar buiten gaan is nog steeds erg belangrijk om je puppy snel zindelijk te krijgen. Voor meer informatie over zindelijkheidstraining zie je ook de video over zindelijkheidstraining hierboven. Je kunt klikken op de link die je nu in beeld ziet, waarin ik 6 tips met je deel voor het zindelijk maken van je puppy. De video over zindelijkheidstraining staat ook vermeld in de beschrijving van deze video. Dus zullen we, voordat je verder gaat met die video, eerst verder gaan met de derde tip? Dat is goed. Nice. Goed gesprek. Dan nu de derde tip. Leg ongemerkt een paar lekkere snoepjes in de bench. Wat ik daarmee bedoel, is dat je zo nu en dan wat lekkere snoepjes in de bench legt, wanneer de pup dit niet in de gaten heeft. Wanneer hij dan toevallig langsloopt, dan ruikt of ziet hij het snoepje en het geeft een positieve associatie met de bench. Hij zal de bench dan vaker gaan bezoeken en dit is wat we willen. En een extra tip, probeer veel verschillende snoepjes en wissel ze ook vaak af, zodat het iedere keer een verrassing blijft wat hij voor lekkers krijgt. De vierde tip is, geef zijn pup zijn eten in de bench. Om voor te borduren op het maken van positieve associaties met de bench, kun je de pup 1 keer per dag of vaker zijn eten geven in de bench. De meeste honden zijn gek op eten en daarom is er een goede manier om de bench te introduceren aan de pup. Wanneer je pup niet zo gek is op zijn brokken, soms is dat zo, dan heeft deze tactiek helaas niet zoveel zin. Dan de vijfde tip, sla nooit met je hand op de bench om je pup stil te krijgen. Het is natuurlijk ook goed om te weten wat je niet moet doen bij benchtraining. En het slaan op de bench om je pup te laten stoppen met blaffen of piepen, is een van de dingen die je absoluut niet moet doen om je pup stil te krijgen. De mensen doen dit omdat ze gefrustreerd raken omdat de pup piept of blaft en ze weten niet hoe ze hem rustig krijgen. Misschien heeft iemand je wel geadviseerd om op de bench te slaan omdat het juist wel werkte bij hem of haar. Maar je moet altijd onthouden dat wanneer je agressie gebruikt om iets voor elkaar te krijgen, je altijd angst als uitkomst hebt.
Dus kortom, de kans is zeer groot dat de pup stopt met piepen als je op de bench slaat, maar de pup stopt met piepen omdat je hem bang maakt. Hij schrikt enorm wanneer je plotseling op de bench begint te rammen. En zoals je waarschijnlijk al wel weet, koppelt een pup angst aan een bepaalde omgeving of situatie, waardoor de kans groot is dat de pup niet meer in de bench wilt en een ander risico is dat hij bang voor jou wordt. Want jij bent degene die op de bench ramt en dat is natuurlijk helemaal niet wat je wilt. Kortom, sla nooit met je hand op de bench om de pup stil te krijgen. En je moet ook onthouden dat hij piept om een reden. Dit kan zijn omdat hij moet plassen of poepen, of omdat hij honger heeft of dorst heeft, of misschien voelt hij zich wel alleen of verveelt hij zich en wil hij spelen of heeft hij last van krampen of zijn groeiende tandjes. Wat de reden ook is, je pup piept om een bepaalde reden en wil ons hiermee eens duidelijk maken. Het is jouw taak om hier verantwoordelijk mee om te gaan en een passende oplossing te vinden. En als jullie met z'n tweeën zijn, dus jij en je partner, zorg dan dat je elkaar hierin helpt. Want soms kan het enorm zwaar en frustrerend zijn wanneer je pup niet rustig te krijgen is. Dus wanneer jij het gevoel krijgt dat je gefrustreerd raakt door je puppy, of dat je emotioneel gedrag gaat vertonen, zorg dan even dat je een rondje gaat wandelen bijvoorbeeld, of iets anders gaat doen, en laat je partner jouw plek heel even innemen. De zesde tip is, download mijn bench training introductie checklist. Eerste indrukken zijn blijvend en je hebt maar één mogelijkheid voor een positieve eerste indruk. Bekijk mijn checklist hoe je je puppy leert kennis te maken met de bench. Na het lezen van deze checklist weet jij hoe je je pup kennis leert maken met de bench op een positieve manier. In de checklist deel ik 6 tips voor een positieve introductie. Je kunt de checklist ook printen als je wilt, zodat je het later nogmaals kunt teruglezen. Op mijn website www.puppygroep.nl kun je gratis de bench training checklist downloaden. Maar voor jouw gemak heb ik in de beschrijving van deze video de link geplaatst waar je de bench training checklist gratis kunt downloaden. Nou, dit waren de 6 tips voor een juiste bench training voor je puppy. Als je deze video hebt bekeken ter voorbereiding op de komst van je pup, dan hoop ik dat je aantekeningen hebt gemaakt, zodat je later nogmaals even kunt teruglezen. Je kunt de video natuurlijk ook nogmaals bekijken als je wilt. En als je deze video hebt bekeken omdat je pup piept of blaft in de bench, dan hoop ik dat er een tip bij zat die je nog niet wist en waar je wat mee kunt en mee aan de slag kunt gaan. Vond je dit een leuke video? Klik op het duimpje omhoog. Voor meer informatie over puppies, zorg dat je mijn website bezoekt www.puppygroep.nl. En als laatste, voordat je weggaat, laat een reactie achter onder deze video waarin je mij vertelt hoe de bench training gaat met je puppy. Vindt hij de bench leuk? En als jullie je pup nog niet in huis hebben, dan ben ik erg benieuwd hoe je je pup gaat noemen en welk ras het is. Kortom, ik vind het gewoon leuk als je een reactie achterlaat. Ik wens je heel veel succes en plezier met je puppy. Bedankt voor het kijken van deze video en tot de volgende keer.